Kijk, er zijn een aantal mensen die toneelspelen, die eigenlijk psychologisch tekortschieten. En ik heb in het verleden al eens gepleit om toch, men mag het een psychologische test noemen, ja, maar om te zeggen dat men eens peilt toch naar de sociale vaardigheden van. Van iemand vooraleer men die loslaat in het theater. Dat betekent niet dat wij verzuurd of geen enkele vorm van plezier meer mogen maken, al dan niet met alcohol, maar het gaat hem over dat men geresponsabiliseerd wordt, dat men zijn verantwoordelijkheid. Let's get it on.